Soms heb ik een idee voor een film, maar bestaat de technologie nog niet om mijn visie terdege te realiseren. En dan wacht ik. Geen weken natuurlijk, maar toch makkelijk een dag of drie. Dit is nu Kevin, een heel belangrijk lid van de Schredder-familie, cameraman en ingenieur. Ah, kijk eens wat we hier hebben. Dit is nu de Wirecam. De Wirecam. Copyright. En vertel eens, is die test klaar? Ah, goed zo. Fantastisch. Dat is goed nieuws, zeg. De Wirecam is ontwikkeld om dure kraanshots te vermijden. De acteurs spelen hun scène achterstevoren en in montage draaien we de beelden om. Wat? Ja. Oei. Ja, Kevin. Misschien moeten we toch iets bedenken dat de camera de tape uitwerkt voordat die kapot slaat, want het is niks. Wat denk je?